het terrein van de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam arriveerde onlangs een karavaan van 9 kampeerwagens die alle de wimpel van de Nederlandse Caravan Club droegen en die aan boord van het motorschip Noorddam de reis naar de nieuwe wereld zouden gaan maken. Zelfs voor het kaderpersoneel van de rederij, dat toch wel aan vreemde vrachtjes gewend is, was de inscheping van de tweewielige huisjes een niet alledaagse gebeurtenis. Stuk voor stuk verdwenen de fraaie aanhangers in het ruim van het schip, waar ze 9 dagen lang zouden kunnen uitrusten van de verre reizen die ze al met hun eigenaars kriskras door Europa hadden gemaakt. De Noorddam was met deze bijzondere lading al dicht bij New York toen het motorschip Rijndam gereed lag met onder meer de 20 leden van de Nederlandse Caravan Club die een week later de reis begonnen naar Amerika dat ze met hun caravans tijdens een vakantiereis van 3 maanden zullen doorkruisen. Op weg naar zee werden ze verrast door de aanblik van het silhouet van Rotterdam, dat verrijkt is met de Euromast, de 102 meter hoge uitzichttoren die in enkele weken tijds werd opgericht. Al was de trotse toren nog niet gereed, toch bleek de klim naar de 102 meter hoge top alleszins de moeite waard. Zelfs bij regenachtig weer was van daaruit het vertrek van de Rijndam uit de Maastad nog wel zo indrukwekkend.